De private sector heeft een fundamentele rol in de ontwikkelingen van duurzame ontwikkelingsdoelen, SDGs. Dit stelde de president tijdens het SDG-congres. Santokki noemde de private sector onmisbaar voor een duurzame economie en onderstreepte de inzet van groene technologie en eerlijke werkgelegenheid. Hij benadrukte dat de SDGs niet alleen internationale doelen zijn, maar een concrete agenda voor Suriname. Het is essentieel dat wij als land een pad bewandelen van duurzaam beleid en rechtvaardige economische groei. Dit kan alleen als we samenwerken, zowel binnen de publieke als de private sector. De private sector speelt een fundamentele rol in de verwezenlijking van de SDGs. Het is de motor van de economie en heeft de capaciteiten om innovatieve oplossingen te bieden voor de duurzame uitdaging van vandaag. Duurzaam ondernemen moet de standaard worden en niet alleen als een maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar ook als een kans voor langere termijn winstgevendheid. De private sector heeft de middelen, het netwerk en de expertise om de transitie naar een duurzame economie te versnellen. De beslissingen van vandaag bepalen de toekomst van Suriname. Aldus de president die ook wees op de natuurlijke rijkdommen en biodiversiteit van het land. De president riep op tot samenwerking tussen de private en publieke sector om duurzame groei en economische rechtvaardigheid te realiseren. SDG's zijn niet slechts internationale doelstellingen, maar vormen een concrete agenda voor ons eigen land. Ze zijn een kompas voor het beleid, voor onze economie en voor de wijze waarop we omgaan met onze natuurlijke hulpbronnen, de menselijke hulpbronnen en de samenleving. En Suriname staat op een zeer belangrijk keerpunt in zijn ontwikkeling. De keuzes die we vandaag maken, zullen ook de richting bepalen waarin Suriname de komende decennia zal bewegen. Suriname, dat weten we allemaal, is een land rijk aan natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit. Een land dat carbon negatief is. Maar we hebben de verantwoordelijkheid om deze rijkdom niet alleen te benutten voor onze economische vooruitgang, maar ook om deze te behouden en ook duurzaam te ontwikkelen voor de toekomstige generaties. Het congres onderstreept de belangrijkheid van de private sector in de sociale en economische transitie van Suriname, zegt het staatshoofd. De inspanningen rond de SDG's moeten leiden tot een betere toekomst voor de komende generaties.